vind de gesprekken die je met de cliënt hebt echt heel leuk. Omdat ze mij ook aan het denken zetten. Dat je echt kan praten over, ja, maar hoe denk je nou? En ook omdat we heel veel humor hebben en we lachen heel veel. Soms is dan wel de uitdaging als een cliënt in zijn veiligheid zit om dus de volgende stap te gaan maken. Je ontkomt er niet aan dat je bij een cliënt een beetje moet gaan prikkelen en dus ook wel eens weerstand tegenkomt om een volgende stap te maken. Is een uitdaging en een uitdaging maakt het ook heel leuk.